Het faillissement is aangevraagd voor RBC. Hoe is dat aangekomen bij jullie als personeel? Ja, als een grote domper natuurlijk. Het is al een lange weg aan vooraf gegaan. Dus wij wisten natuurlijk wel dat dit moment ging komen. Alleen ja, dat het moment dan daar is, is natuurlijk gewoon ontzettend rot. Vanmorgen werd het verteld. Was het toch nog even schrikken? Ja, weet je wel, ja. Ja, eigenlijk weet je het stiekem toch in je achterhoofd dat het komt. Maar dat het dan echt uitgesproken wordt, is wel toch nog wel schrikken, ja. Jij werkt hier op kantoor. Wat gaat er nu met jullie gebeuren bijvoorbeeld? Dat weten we zelf ook nog niet zo goed. Maandag worden we verder ingelicht en voorgelicht en de vragen die we kunnen stellen, die dan beantwoord gaan worden. Maar je bent je baan kwijt? Klopt, ja. Ja, dat valt even tegen, maar goed, ook daar ben je stiekem in je hoofd wel eigenlijk op voorbereid. Dus ja, we zullen nu gewoon iets anders moeten zoeken. Ja. Een hard gelak, hè? Toch wel een beetje mismanagement in het verleden en dat kost jou nou je baan. Ja, daar durf ik niet zo'n goede uitspraak over te doen, aangezien ik hier ruim 2,5 jaar werk. En ja, dat gaat natuurlijk over een tijdsbestek van misschien wel 10 jaar geleden, als het al niet langer is. Dus ja, daar heb ik gewoon geen oordeel over. Vanmorgen kwamen jullie bij elkaar met het personeel? Klopt, ja. Zijn er ook traantjes gelaten? Ik kan me dat zo voorstellen. Ja, er zijn mensen die zijn weggelopen omdat ze niet aankonden, inderdaad. Vooral mensen die echt een clubhart hebben en die al weet ik veel hoe lang bij de club betrokken zijn en ook echt een RBC-hart hebben. Goed, Erik Helmonds, trainer. Het zal waarschijnlijk niet als een donderslag bij heldere hemel komen, maar ja, kan je toch eens uitleggen hoe het bij jou is aangekomen dat het einde nu echt in zicht is omdat RBC faillissement heeft aangevraagd? Ja, kijk, het is niet dat het van de een op de andere dag is. We zijn natuurlijk als werkgevers ook altijd door Jeffrey Koester op ingelicht van hoe de stand van zaken is. Maar op het moment dat het dan toch verteld wordt of je wordt gebeld door je algemeen directeur, kom even langs en je krijgt het bericht binnen. Ja, dat komt dat bij mij in ieder geval heel erg hard binnen. Niet alleen bij mij, ook bij andere mensen die al heel lang bij de club verbonden zijn. Ik heb vandaag al een paar mensen gesproken die al misschien wel 40 of 45 jaar lang bij de club aanwezig zijn als vrijwillig. Dat in hun hart en ziel en zaligheid altijd alles gedaan hebben voor de club. Ja, goed, en dat is heel erg triest om te zien hoe mensen daar op reageren en mee omgaan. Dat is gewoon pure emotie. En dat mag ook, dat moet ook. Het is een stuk van hun leven. Het is ook een stuk van mijn leven. En voor mij ligt dat nog misschien wel iets anders, omdat ik uiteindelijk word je betaald voetballer, een profvoetballer, een broodvoetballer en trainer en passant. Maar ja, goed, ik zit ook 26 jaar bij de club ondertussen. En ja, dat doet al iets met je, ja. Hoe erg is dit voor Roosendaal? Ja, ik vind het heel erg. De mensen in Roosendaal, de gemeente Roosendaal en de bestuurders erin, die denken er anders over. Ik heb vorige week al een keer in de krant gezet van dat je pas dingen gaat missen op het moment dat het niet meer is. En ik denk dat heel veel mensen onderschatten dat er ook nog 120 jeugdspelers rondlopen binnen de jeugdopleiding van RBC Roosendaal. Die hier de eerste stapjes kunnen zetten in misschien wel het betaalde voetbal. In de topsport, met al de breedte sport, want het een kan niet zonder het ander. Naast dat is het ook niet zo dat de kinderen daar alleen maar leren voetballen, maar ze leren nog andere dingen, sociaal dingen met elkaar omgaan. Daar is ook sport voor bedoeld. Er zit een school aan gekoppeld, waardoor ze ook een agendabeheer krijgen. Ja, en ik vraag mezelf af wie het dan allemaal op zich gaat nemen, en of ook dat de gemeente Roosendaal zelf gaat doen, want ja, er valt een heel stukje weg en dat gaan ze pas beseffen op het moment dat het er niet meer is. Daar ben ik van overtuigd. De financiële problemen, dat is niet iets van het laatste jaar, dat is natuurlijk al jaren aan de gang. Ja, ik zou niet graag verantwoordelijk zijn voor het feit dat RBC nu opgedoekt wordt. Nee, maar goed, dat zijn vragen naar mij toe. Daar kan ik heel moeilijk antwoord op geven. Maar heerst er ook, behalve verdriet, woede hier in Roosendaal? Daar zullen uiteraard een aantal supporters bij zijn en vrijwilligers bij zijn. En mensen die ook een stukje woede uiten naar datgene wat er nu gebeurt. Absoluut, dat zal ook zo zijn. Er zullen er ook bij zijn die een stukje berusting hebben. Er zullen er ook bij zijn die hebben er helemaal niks mee. Dat kan ook. Ja, goed, en dat zal iedereen op zijn eigen manier een plekje moeten geven. En je kunt overal alles wat van vinden. Maar feit blijft daar dat het aangevraagd is en dat er de dinsdag volgens mij de curator op de stoep staat.